Welkom dames en heren bij deze video en in deze video van vandaag leg ik je uit hoe je winstgevend een range kan traden. En geloof het of niet, maar 90 tot 95% van de mensen die actief traden verliezen gigantisch veel trades in zo'n range. En waar heeft dat mee te maken? Omdat ze niet goed genoeg de range definiëren, omdat ze midden in de range gaan longen of shorten, terwijl de kans eigenlijk 50% is. Dus dat ze puur eigenlijk op basis van een gok gaan traden en ze gewoon simpelweg niet weten wat ze moeten doen en hoe ze die range nu moeten benaderen. En laat me je dan in ieder geval voor vandaag uitleggen hoe je dit winstgevend kunt doen. Of in ieder geval hoe je je risico kan minimaliseren. En ik denk dat het allerbelangrijkste is waar je mee moet beginnen. Je risico minimaal maken. En uiteindelijk zou dat dan op moeten leveren meer winstgevende trades. Dat is eigenlijk de bottom line. Nou, dan is dan de vraag: hoe defineer je een range en hoe trade je deze? Dus ik haal alles hier weg. En wat we nu dus zien op Bitcoin, ik pak even gewoon deze 4 uur. Zou je kunnen zeggen, dit is de range low. Dat is niet zo, want dit is gewoon een low. Maar je wil deze range traden. Dan zal je eerst moeten definiëren wat de low en de high is. Dit is de range high. En dit lijkt erop dat of dit een range low is. Ik zou in ieder geval gaan in instantie voor deze en dan pas voor deze. We kunnen zien dat dit de range high is hier. Dus deze high is de range high. Dus die zou je kunnen spelen als in dat je de excessen eruit wil halen. Daarnaast hebben we ook nog met een factor liquiditeit te maken. We hebben dus nodig liquiditeit om te kunnen traden. En dat geldt niet alleen voor jou en mij, maar voornamelijk voor de mensen die liquiditeit willen ophalen, de grotere jongens. Nou, wat blijkt en wat zien we ook, is dat je daarnaast kan kijken, wat zijn nu de highs en wat is niet gebroken? Nou, dit zijn highs die niet zijn gebroken. Dus wat ligt voor de hand, is dat als we deze highs breken, dat er een interessant schouwspel plaats gaat vinden. Want de stops, die liggen hier. Dus de stops van alle mensen die in deze range hebben geshort, dus die hier geshort hebben, zullen ongetwijfeld winst hebben genomen. Maar die, de meeste stops liggen nog steeds hierboven. Die hebben we hier er al uitgehaald. En wat zien we? We gaan hier naar boven en aan sluiten gaan we naar beneden. Dus dit is een liquidity hunt. En zo speel je dat dus eigenlijk. En wat we dus zien is in dit gedeelte ligt dus hier liquiditeit. Dus dit zou voor mij een stoprun kunnen zijn. Dat we hier naartoe gaan. Hieronder sluiten zou voor mij een hele mooie short zijn. Want de markt, en dat moet je niet vergeten, de markt draait op basis van liquiditeit. We hebben liquiditeit nodig of we hebben stopruns nodig. Dus we hebben, heel simpel te vertellen, je plaatst je stop los, plaats je hier. En dat is een stoprun. Dus grote instituten die zorgen dat die prijs daar komt knallen. Al jouw stop los eruit. Daar vullen hun de orders en daarna gaan we naar beneden. Dat hoeft niet, maar dat is logisch. Wijs de gedachte die je zou moeten hebben. Dat geldt voor zowel hier, maar ook zeker dus hier. Dus ook hier heb je stops liggen die vanaf deze highs geshort hebben. Daar ligt simpelweg gewoon liquiditeit. Datzelfde geldt voor deze low, hieronder. En datzelfde geldt waarschijnlijk voor dit gedeelte hieronder. Dus nu, als ik dit weghaal, zie je dat je dus, als je hierin treedt, dus dit is de high. Laten we even zeggen dat dit de high is en dit is de low. En ik zet dat om in een, even zien, waar ben je? Dat is even goed zoeken. Prijsrange. Zo. Even zien, ik zoek een channel. Het is altijd tegenwoordig mooi verstopt hier. Zal waarschijnlijk wel hierin zitten. Ja. Dus kijk, bij Parallel Channel, als ik hem op shift druk, dan heb ik hem altijd recht. Dan zie je dus dat in het midden van de range het eigenlijk niet heel handig is om een long of een short te openen. Waarom niet? Omdat je eigenlijk de kans, omdat de kans er is dat we of daarin kunnen gaan of daarin. Want 9 van de 10 keer willen we een excess opzoeken vanuit een range. Dus eigenlijk een
een afwijzing. Dus zoiets wil je zien, of je wil zoiets zien waardoor we weer terug kunnen komen. Ja, dus dan is dit dus een hele mooie om dat te kunnen doen. Je ziet, oh sorry, dan moet ik hem hier houden zo. Ja, dus zo zou je dit kunnen benaderen op basis van oké, hoe wil jij nu een range treden? Dan is dit het meest logische wat je wil doen. Als we hieronder sluiten, je hoeft namelijk nog niets te doen. We kunnen hier naartoe gaan, de liquiditeit eruit halen. Hieronder sluiten is voor mij een hele simpele short. Waarom? Omdat je invalidatie is heel simpel. Je invalidatie ligt hier boven die stop. Want als we bullish zijn, dan gaan we deze er nog een keer en nog een keer en nog een keer uitrennen. Als we alleen maar liquiditeit willen ophalen, dan maakt het niet zoveel uit dat we hier boven zijn gekomen en dat we hieronder sluiten. Dat is wat je wil zien. Dan hebben we de stops vanuit deze complete range, vanuit 11 augustus, compleet eruit getikt. En gaan we dat wellicht doen hier ook aan de onderkant. Dus dan heb je eigenlijk in die zin dus twee hele mooie trades vanuit de range. En dus dit zou je kunnen doen hier. En wanneer je dan misschien wel dit kan gaan doen. Maar dat is dan een mogelijkheid. En haalt dit niet. En dan zie je dus dat je nog dit kan doen. En dan is dit de lijn die je terug moet claimen. Dus zoiets. Of ik zou in ieder geval die dailies liever terugclaimen. Maar oorspronkelijk zou dit prima zijn. En dan zou je dus deze kunnen spelen. Op basis van liquiditeit. Dus dan hebben we dit gedaan. Dit. Zo. Dit doen we misschien wel. Maar dan maar halverwege. En keren we dus dit. En is dan hetgeen dat je hierin kan stappen. Stoploss die plaats. En kunnen we weer naar de bovenkant van de range gaan. En dus niet te moeilijk maken. Traden is niet nodig. Je moet wel bepaalde spelregels hanteren. Wil je wat winstgevender gaan traden. En ga niet midden in een range long of short. Dat is absoluut onlogisch en onnodig. Wil je daar meer van weten? Join dan onze Telegram channel. Inmiddels al, bijna 350 man erin. Compleet gratis met streams, met video's zoals dit. Om jou een betere trader te maken. Rest me niets anders om je in ieder geval alvast een heel fijn weekend toe te wensen. En volgende week gaan de meesten weer beginnen met werken. Dus ook daar alvast succes mee. Nogmaals, vind je dit soort video's nou super interessant? Laat weten wat jij vindt van dit soort instructiefilmpjes. Abonneer op dit kanaal als je dat niet hebt gedaan. En like deze video. Rest me niets anders om je een ontzettend fijne dag toe te wensen. Ciao, ciao.